Vanavond kreeg ik een opdracht van de Heer om 10 minuten in tongentaal te spreken. En ik ervoer de Heilige Geest toen zo sterk. Ik begon toen in klanktaal te zingen en hij sprak toen eerst tot mij deze woorden. Blijf dit doen, Deborah. In mijn aanwezigheid zijn. Ik weet dat je mij vreest. Je bent trouw geweest en zal dat altijd blijven doen. En ik zie je struggle en twijfel die je soms hebt. Laat dat los. Wees weer als een kind met mij samen. Wij hebben deze gesprekken. Waar je ook zal zijn in je leven, niemand pakt dat jou ooit meer af. En ik schoot toen vol, want de Heer weet, ja, kent al mijn gedachtes. En toen sprak hij verder. En zoals jij nu huilt, zo wil ik nu weer ruimte krijgen om tot de mensen te spreken. Jullie trouwe dienaren. Wijsheid begint bij de vrezen des Heren. Beweeg met mij samen. Ik wil jullie aanraken en er komen zegeningen aan. Religie kan het niet ontvangen. Mensen met kritiek kunnen het niet pakken. En mensen in angst kunnen het niet zien. Maar ik ben de goede herder. Zie en spreek tegen je angst. Vernieuw jullie denken, keer op keer op keer. Er ligt nog veel meer aan openbaringen klaar. Zoals je een tijd geleden die vloedgolf over heel Nederland zag komen. Zo zal ik komen door jou en vele bewegingen heen. Revival, glorie, gunst, vrede. Mijn zegen zal stromen over de rechtvaardigen. Zwem en laat los. Zoals je zag in het beeld, zo zal het zijn. Alles zal losweken van iedereen met wat jullie brengen. En alles wat niet bij jullie hoort, zal ik dit seizoen losweken van jullie. Zwem. Deel je woorden van 13 november, Deborah. En ik zocht toen de woorden op en ik vroeg toen aan de Heer, ik stelde hem deze vraag. Wat wilt u de mensen meegeven? En hij zei toen, dat mijn liefde zal overstromen wanneer ze in hun binnenkamer zitten. Ontwaak mij mensen, mijn boodschap is scherp. Mijn woorden zijn als een tweesnijdend zwaard. Ontmoet mijn wil. Sta open voor mijn wil. Leg je eerste indruk af van mij en ontdek mij opnieuw, zeg ik tegen sommigen. Wie durft te zeggen, Heer, ik sta open voor verandering. Ik zal verandering brengen. Verandering zal leven brengen, maar ook opschudding. En ik sta naast je. En toen begon hij vanavond verder te spreken. Deel het beeld van de adelaar over jou. Dit doe ik namelijk bij iedereen. Ik zag een tijd geleden een beeld van een supergrote arend boven één persoon. Vleugels wijd uit boven die persoon. Echt groots en wijds. Ik zag daarna hoe hij van bovenaf werd geplukt en lastiggevallen werd. Maar hij hield alles tegen. Hij kon dit alles aan en wankelde niet. De arend gaf een knik van het hoofd wat betekende ga maar, nu. Ik dek je en vlieg boven je mee. Zo, Deborah, zei hij vanavond verder, zo wil ik aanmoedigen. Ga, ik dek jullie. Jezus bloed heeft gevloeid voor jullie. Accepteer het wonder. Accepteer wat ik heb klaarstaan. Mijn werken zijn groter als jullie denken. Ren, loop je eigen wedloop. Verbind en rust op tijd. Ik bescherm en houd van een ieder van jullie. Wat ik verlang is tijd met jullie. Ik zal spreken. Ik zal laten zien. Ik zal je sturen en ik zal je uitredden. Kom mijn volk, zoek mij opnieuw op. Word aangespoord. Super mooi wat hij wil delen. En als dit gewoon een opdracht is van de Heer, wat we mogen doen en wat ik mag doen, dan blijf ik dat ook doen. En ik wil op dit moment uitspreken en uitbidden over de mensen die angstig zijn of angst hebben in hun leven. Ik gebied het te wijken in de naam van Jezus, zodat jullie weer kunnen zien. En mensen die last hebben van religie of van een geest, die je tegenhoudt om te kunnen ontvangen, ik verbreek het in de naam van Jezus. Heer, laat mensen weer kunnen zien. Laten we kunnen kijken met uw ogen, Vader, met de geestelijke ogen. Open onze ogen, zodat we het kunnen pakken. Met z'n allen. En met z'n allen die wedloop kunnen lopen. Dank u wel, Heer, dat u met uw goedheid over ons heen wil komen. Dank u wel dat u altijd voor ons klaarstaat. Dat u van ons houdt. En dat u tijd met ons wil doorbrengen. Ik wil een ieder die het luistert zegenen met wijsheid, inzichten en nieuwe openbaringen. In Jezus' naam.